Welkom bij Müller ETTC in Duiven, op de Techniekdag 2022. Ik heb samen met Elias Kemperman, kinderburgemeester, de Techniekdag geopend. En ik vind het heel belangrijk dat kinderen kennis kunnen maken met techniek. Ik ben de kinderburgemeester van Duiven en heb vandaag de Techniekdag geopend. De Techniekdag is geopend. Ik hou zelf ook van techniek, dus het is een perfecte dag voor mij. Doelgroep van de Techniekdag zijn kinderen tussen 8 en 14 jaar, omdat ze juist dan zich oriënteren op hun loopbaankeuze. Door middel van doelactiviteiten willen we kinderen graag laten zien hoe divers techniek kan zijn. We zien dat heel veel kinderen het leuk vinden om zelf te voelen, te ruiken, wat het inhoudt met verschillende technieken. Ja, we zien heel veel leuke reacties van kinderen, maar ook van ouders. We organiseren een techniekdag omdat het personeelstekort in de sector techniek nog steeds onveranderd groot is. Scholen en bedrijven bieden vandaag doelactiviteiten op allerlei niveaus aan. Zo willen we laten zien welke mooie carrière mogelijkheden bedrijven in de Liemers kunnen bieden. En nu ben ik even hartstikke beschikken, ja, dus helemaal top. Super. Technoplaza is een school die techniekonderwijs geeft aan de leerlingen van groep 7 en 8. We hadden een vogelhuisje gemaakt. Hier is hij. Ik denk dat we kunnen spreken van een zeer geslaagde techniekdag. Nu al, met een hele hoop enthousiaste kinderen die met een mooi verhaal naar huis toe gaan. Twee enthousiaste dames op de techniekdag. Hoe heten jullie? Evie. Ik heet Jules. En wat vonden jullie van de techniekdag? Ik vond het heel gezellig en ik vond ook vooral dat er heel erg veel te doen was. Ik heb een huisje gemaakt, een auto. Dan ga ik ze dadelijk een windmolen maken. Een windmolen, wauw. En komen jullie volgend jaar terug? Ja.